deze bloem met het puntje de bel. Maar ja, dat zien jullie wel. Dames, houden wij het even gezellig? Au, wat is dat? Hele goede middag, lieve vrienden. Het is 1:15. Ja. En ik ben net uit bed. En ik wou wel eerder, maar ik zat te tollen op mijn bed. Nou, dat schiet er niet op. Maar buiten dat allemaal om, ik ben er weer. Dus ik wens jullie allemaal een hartelijk welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Weesterboel. Ja. En wat ik markeer, ja, het is die hoofd, hè? Hoofdpijn en nog eens hoofdpijn. Maar dat heb ik dagen op zien, dat duurt nou niet over. En ik zat gewoon nou ook echt tolle, zo draaierig. Nou, ik denk, blijf wel lekker zolang het kan, weet je. En wie weet gaat het over met me. Maar ik moet hem met de hoefjes even uit. En Astrid die komt uiteraard. En die heeft de sleutel die kan binnenkomen, dus ja. Dat is geen ramp, hè, meisje? Nee, ja. Boefie. Ach, weet je. Dus ja, we gaan er even lekker van genieten buiten. Het is schrikkeld. Wat ik weet, is dat ook hard schijnt te waaien. Want die brievenbus hier op bij mij, die loeit tot en met. En ik zit op een hoek. Dus het loeit sowieso dan lekker om je huisje heen. Tenminste, half om je huis. En daarom zitten we buren, althans één. Ja, dat is meneer Zagerijn. Of meneer Klojo. Wat dan ook. De ene keer is hij hartstikke lief en aardig. Poes lief en aardig. En dan wil hij van alles wat voor je doen. En de andere keer dan zit hij op je te snauwen omdat je eventjes een beetje te hard praat. Zelfs overdag, hè. Dat mijn mannetje nog leefde. Toen woonden we hier nog maar net. En mama die had geen kracht meer om boven zich te werken, om te boren. Dat lukte hem niet meer. Dus, we hadden toen een huishoudelijke hulp en die kon dat ook allemaal. Dus, ze zei, dat wil ik wel doen voor jullie. Nou, gaatje boren voor die schilderij die daar in die hoek hangt. En dat meisje er op. Ja, nog verder daar. Dat meisje. Daarom, die kunnen jullie niet zien. Die hangt achter mij tegen die muur op. Nou, moesten gaatjes komen. Overdag. 10:50. Klop, klop, klop. Op die muur. S'avonds laat. Tenminste, s'avonds wij lagen al op bed. Kun je nagaan. Hij, expres, stampvoetend die trap op. Weer naar beneden, mijn deuren slaan. Hallo, wat ben je mee bezig? Wij waren overdag bezig. Hoef jij dit nacht niet te flikken. Ook heeft hij op zijn terras zwarte steentjes. Had hij dat opgepakt en ook schutting tegen de ramen aangegooid. Zodanig dat ons hondje Frode bang werd. En zodanig dat de politie heeft moeten bellen dat die is bezig geweest. Gaatjes, tenminste gaatjes, inslagen van die steentjes tegen de ramen. Nou, hij heeft een nieuw raam kunnen betalen. Simpel. Maar ja, geen lekkere jongen eigenlijk. Want hij, ja, daar kan hij weer niks aan doen. Hij heeft ook autisme in de vorm van Asperger. Dus ja, dan weet je het wel. Dan kun je 1 en 1 is 2 optellen en voilà. Maar ja. Je moet ermee dealen, hè? En ik doe dat dan, maar hij deelt niet mee dat hier weer eentje woont. Want het huis heeft meer dan een half jaar leeg gestaan, dus hij had lekker de rust. Maar oké, mijn hondje begint hier te piepen. Ja, een beetje jankerig. Dus ik zeg, lieve vrienden, geniet lekker van jullie dag. Het is vreemd raar, gek weer. Ik moet zo op mijn zonnebril, want de lucht is scherp. De zon zit er half doorheen, maar het is ook bewolkt. Vreemd weer. Ja, ik weet niet wat ik ervan zeggen moet. Maar oké, okay, ik zou zeggen, geniet ervan met wat jullie gaan doen. Ik ga proberen ook te genieten, omdat ik mijn hoofdpijn en misselijk zijn.
ga ik toch proberen te genieten. Dus ik zou zeggen, tot later vandaag deze dag. Doei doei. Hij is weer zo mooi. En dan is die erbij. En hij is zo giga groot. De bloemen op zich ook heel groot. Ik wil er nou ook onder, zo zit onder die bel. Dan raak deze bloem met het puntje de bel. Maar ja, dat zien jullie wel. Als ik hem eronder ga zetten, dan raakt hij dat klepeltje, denk ik. Maar wat is die mooi, hè? Zo bijzonder. Echt zo gaaf. Ja, en daar loopt meneertje Kand af. En hier hebben we mevrouw. Mevrouw Rijka. Ja, moet je niet bij me komen? Man, meisje. Ja. En daar hebben we mevrouw Elwin. En ik hoor. En wie is dat? Is dat Kanda? Wat zit jij nou weer te kouwen? Weet ik niet. Meneertje Kanda. Meneertje Kanda. Oh ja! Ja, we hebben 1 kilometer 13 gelopen. Dus 1,13. Hé? Ja. En nou zitten de meisjes te wachten en te wachten en te wachten totdat Astrid komt. Hé? Ja. En dan gaan we weer tekeer. En dan moet vrouwtje dat gele ding daar gebruiken. En dan wil dat nog niet helemaal goed helpen, hè? Nee. Nou ja. Maar oké, lieve vrienden, alle gekheid op een stokje, ja. Ik ga sowieso proberen dat daar in de keuken weer op te ruimen en even eentje eten te geven en mezelf ook, want ik heb nog niet gegeten, nee. Dat moet ik ook nog even doen. En dan, ja, en het waait! Oh, kon er amper doorheen komen. En dan heb je die twee bijen en dan zijn ze ook allebei juist nog op dat punt lastig en niet willen luisteren. Oh, 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 het is, ja, niet leuk dan. Maar ja, we kwamen Jopie nog tegen met zijn baasje. Weet jullie nog wel van de dijk? Ja, hartstikke leuk. Wat ik ook vandaag van plan ben, dat is dus... ik heb gisteren niks gedaan, omdat ik het druk heb gehad met koken. Dus ik moet een vlog in elkaar zetten. De computer staat ook al aan. Maar ik wil vanmiddag even kijken of er al paastakken zijn. Want ik wil ook met de paasen aan het gaan. Vind ik leuk, ja? Nou ja. Het begin is er, zoals jullie al gezien hebben. Maar ik wil paastak op tafel hebben, op de eettafel in de hoek. Ja, dat vind ik gewoon leuk, ja. Vind ik gewoon leuk. Hoofdpijn of geen hoofdpijn, dat gaan we gewoon proberen vanmiddag. Niet geschoten is altijd mis, zeg ik dan. En ja, dan moet ik morgen, moet ik naar Linda toe, dat is bij de dokterspraktijk. Dat is weer een andere dokter. Dat, die doet mijn COPD-test. Moet ik morgenmiddag naartoe. Terugweg ga ik dan even naar de Fomer toe, wat boodschapjes doen. Ja, nou ja, dan ben ik er toch uit, weet je. Ja, gaan we gewoon doen. Simpel. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, genoeg te doen. En ik hou jullie gewoon gezellig op de hoogte. Ja, toch? Nou, ik zou zeggen, tot later maar weer. En ja, Astrid die wil niet op de vlog, nee. Toen met de honden was gewoon eventjes spontaniteit, maar ze heeft het liever niet dan wel. Dus ja, doe ik het ook niet, daar hou ik rekening mee. En ten tweede, het mag van haar baas niet, nee. Hoe weer die dat doorkrijgt, krijgt ze ontslag. Ja, dat moet dus maar niet. Willen we allemaal niet hebben, hm? Nee. Maar oké, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet en tot later. Ja, lieve vrienden, ik ben dus druk bezig. Ja, ik heb een vlog in elkaar gezet.
Die is nou bezig om op YouTube te komen. Ik zit voor de verandering eens een keer bij Karin in haar computer. Om haar ergens bij te staan en te helpen wat ik weer weet en zij niet. Maar ik ben ook al weg geweest om een paar stakken te halen. Ja, dat moet helaas allemaal nog. Ben ik nog niet aan toegekomen. Nou, morgen weer een dag. En dat daar. Nou, dat zit er ook nog tijd. Dat wil ook maar niet. Ik heb ooit een vaas geleend van Wilma, mijn surrogaatzusje. Met het overlijden van mijn mannetje. Want ik had geen vaas genoeg meer voor al die bloemen. Dus ja, een nieuwe vaas, tenminste een vaas geleend. En die was zo smerig, dat die hebben we toen afgewassen, maar ik kreeg hem met een stuk eraf. Kijk, ik weet niet of jullie dat zien bij mijn vinger. Ja. Dan moet ik vooruit kijken, dat ik me daar niet aan bezeer. Maar het is wel van, dan zet je gewoon naar de achterkant, hè. Ja, gewoon naar de achterkant. Ik ga er even nog mijn doekje erdoor en dan komen de takken daarin. En dan moet ik zoeken naar mijn paardspullen. Maar ik zie daar ook een doosje staan en ik weet bij hoge blaad niet meer wat daarin zit. Dus dat gaan we ook bekijken. En ik zie nog wat en dat moet Astrid weghalen vrijdag. Ja, die moet met de stofzuiger maar weer eens even langs de muren en langs het plafond. Ja, normaal gesproken dat deed Rebecca uit haarzelf één keer in de maand. Dat heeft zij dus nog niet gedaan. Dus dat moet nog wel, ja. Maar oké, lieve vrienden, ik ga die takken in die vaas zetten. En dan laat ik het straks wel zien. Ja, enkel versieren, dat kan nog niet, want dat moet ik zoeken. Maar ik zal ook in het doosje kijken. Wat daarin zit, dat weet ik niet. Maar komt goed. Ga vol goede moed en tot straks. Nou, wat denken jullie? Ja? Ik heb dus daar de takken maar op staan, op de eettafel. Ik was aan het inzoomen per ongeluk. Ah, want ik zit nou met twee hondjes. Want ik weet anders ook niet waar ik het neer moet zetten. Ik kan hem ook in die hoek zetten en dan die kolenkit elders. Moet ik even denken hoe ik dat zal hebben. Ja, ik denk dat ik hem daar wel neer ga zetten, want ik vind dit maar niks. En dat doosje wat bovenop de kast stond, hier ook, die stond daar. Nou, inderdaad, allemaal paars dingen. Dus ja, het komt goed. Kan ik het verzieren? Ja, toch? Dus ik laat het jullie zo meteen wel zien. Ik haal het eerst eventjes die takken daar weer weg, want ik vind dat maar niks. En die komen daar op dat tafeltje daar te staan. Daar komt Elwing niet. Ja, ze snuffelt daar wel eens, maar ze is voorzichtig. Hé, meisje? Ja, kind. Ja, we gaan er dat doen. Maar ik ga eerst eventjes wat anders doen. En dat is even kijken op YouTube hoe ver het daar is. Mijn, en dan... En ik moet dat van Karin even wegklikken, want die is andere dingen aan het doen. Dus ja, die moest nog afwassen, et cetera. En oh man, mijn hoofd, dat wil je niet weten. En het is ook al 5:15. Ook de honden moet ik zo weer uitlaten. Dat, ik heb het zo druk als een kleine baasje, ja. Dus ik ga eerst naar het kleine kamertje toe. Daarna ga ik... Moet ik nou... Oh nee, ik kan het nou toch niet inzoomen? Nee, dat gaat niet. Nee, oh, ik bedoel uitzoomen. Ja, dat gaat niet. Moet je zo doen. Wow. Doe maar niet. Nee. Ja, en dan gaan we kijken hoe ver die is. Dan moet ik nog even het een en ander doen. En dan ga ik die takken verhuizen. Ik denk dat ik die kolenkitten maar eventjes bij de televisie neerzet of zo. Ik weet het nog niet. Nee, ik hang misschien daarbij zo lang. Ik weet het nog niet wat ik met mijn kolenkit moet doen. Want daar staat de hondenmand achter. Ik weet het even nog niet. Nee, nou, we merken het wel.
Ja, komt goed. Ik zou zeggen, tot straks. Ja, lieve vrienden, ik ben er weer. Maar ik wou even een lekker blokje lopen met de meisjes. En ik zou de brug over. Ja. Dan heb ik deze riem om. Ja, je moet er ook om denken, er zit een jas onder, et cetera, en nog een feest. Ja, dus die heb ik om. Dat behoort bij elkaar, dat behoort bij deze riem. Dat heb ik ooit zo gekocht. Bij een speciale goedkope winkel, genaamd The Action. Wordt niet gesponsord hoor. Maar dan heb je hier de haak, die dan eigenlijk aan de halsband moet. Die heb ik dan aan deze rode riem. En daar zit alweer haar halsband. Maar dan ga je weer terug. Waar mis je dan? De kant van Rijka. Die liep ineens los. Oh, met dit stukje aan de halsband. Ja, de halsband liggen daar nog. Maar dit is allemaal nog heel. De ring is ook in principe nog heel. Maar kijk eens, er zit daar een spleetje. Daar kan hij niet eens niet meer tussendoor. Dus ik ga zo meteen even het grote licht bij de eettafel aan doen. En ik heb de waterpomptank gehaald. Want hij moet wel ook dat kunnen doen. Dat ik hem even wijer kan maken. Dus dat gaan we straks even proberen. En dan ga ik hem ook nog eventjes de andere kant wijd op maken. En dan weer naar elkaar toe. Zodat hij er niet meer tussenuit kan. Althans, laat het hopen. Met de handen krijg ik hem in ieder geval niet uit elkaar. Dus je moet er een tang bij hebben. Dus we gaan dat even proberen. En als die weer gelukt is, dan laat ik het jullie merken. En daarna ga ik een hapje eten. Voor nu zeg ik tot straks. Zo, lieve vrienden, nou, ik heb het voor elkaar gekregen, maar niet met die tang, nee hoor. Nee, ik denk, nou, dan pak ik er nog een tang erbij, want ik trek hem, maar daar had ik de kracht niet voor om hem open te trekken. Zo'n sterke ring is dat. En hoe ze eruit is gekomen, ik weet het nog niet. Het is zo'n smal kiertje. Ik heb het dus met de hand gedaan. Dit is weer mijn riem. En dan gaan we weer. Voilà, Rijka en Elwing. Dat heb ik tussen dat kiertje wat jullie zagen, heb ik dus dat dikke stof zitten te pulken en maar doen en nou. En wat heb ik toen na die tijd gedaan? Moet ik het kiertje weer even opzoeken. Dat kiertje is er bijna niet meer. Die heb ik dus dichtgeknepen, wel met de waterpomptang. Nou, hij zit er nog wel, maar niet zo heel heftig meer. Dus ja, ik heb met de waterpomptang goed aangeknepen. Dus ja, hoe ze eruit komt, is zo'n smal kiertje in dat dikke stof, wat nog stug is, wat niet mee wil werken, ik snap het niet. Nee, ik snap het werkelijk niet. Nou, dan gaan we weer terug naar mijn riem. Daar aan die twee ringen zitten ze gekoppeld. En, nou, en dan koppel ik altijd Rijka als eerste weer af. Dus die komt er dan als eerste er weer aan één ring. Ja, en dan koppel ik Elwing pas af. En die gaat er boven aan diezelfde ring. Nou, en zo gaat het mijn mandje van mijn rollator in. Simpel, een kind kan er wat doen. Ja toch? Het is ideaal hoor, om zo'n riem om je heen te hebben. Ik wil nog een heupgordel voor mezelf. Dat loopt lekkerder. Dan zit hij ook lager, de riem. En heeft gelijk een beetje lendensteun. Ja, vind ik wel prettig. Ik heb het al uitgeprobeerd met eentje van Karen, die had hem mee, kon ik uitproberen. En ja,
Het zit ideaal, maar je moet er wel centjes voor hebben. Er zijn er momenteel iets andere prioriteiten waar ik voor sparen moet. En dat komt allemaal in goed. Ja, zeker weten. Hoe laat is het nou? Weet ik niet eens. 19:25 op mijn loodje. Computer heeft het 24. Nou, ik ben een minuut voor dan. Maar in ieder geval, ik ga mijn handen ruiken naar metaal. Ja, wat wil je? Dus ik ga mijn handen zo wassen als ik dit opgeruimd heb. En dan ga ik mijn eten opwarmen. Ja, ik heb zin om te eten. Lekker. Ik heb er echt zin erin. Televisie aandoen. Nog een vlog bij, weer in elkaar zetten voor vanavond. Die moet ik ook nog naar YouTube brengen. Oh, druk. Ja. Morgenmiddag moet ik dus bij Linda wezen voor mijn longtest. Ja, dus dat komt ook allemaal goed. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, ik ga dus straks eten. Dus ja, smakelijk eten, bon appetit, prutjes. Ik wens jullie een genoeglijke avond, liefdevolle avond. En verlaten natuurlijk wel rusten, slaap lekker. Met mooie dromen en morgen weer gezond uit je bed zien te komen. Ik zou zeggen, tot dan. Doei. We'll be right back.